Ja, vele. Dus in, vanaf de jaren 50 is dit virus bekend. Dus het heet monkeypox omdat het ooit werd ontdekt bij apen die voor onderzoek werden gebruikt in de jaren 50 in Congo. En vanaf 1970 zijn er uitbraken beschreven in verschillende Afrikaanse landen. Er is ook een uitbraak geweest in 2003 in de VS, ook na een importgeval. En er zijn daarna in 2018 en 2019 en 2020 ook importgevallen geweest in andere Europese landen. Dus het is zeker niet een onbekende infectie. Nou, veel minder makkelijk dan COVID. Dus het is echt geen COVID. Dus het is heel belangrijk om meer te realiseren dat COVID is een behoorlijk besmettelijke infectie doordat het airborne is. En dat geldt voor dit virus niet. Dus het moet echt door intensief contact via de huid worden overgedragen. En het kan ook wel via besmette druppeltjes, bijvoorbeeld als er een wondje in de mond zit. Maar dat is niet iets wat eindeloos in de lucht blijft hangen. Dus dan moet je echt direct besmet materiaal op je slijmvliezen krijgen van iemand die vlakbij is. Ja, er is een derde generatie pokkenvaccin. Is ontwikkeld tegen de originele pokken. Dat bestaat niet meer, is in de jaren 80 uitgeroeid, maar het werkt ook goed tegen monkeypox. Nou, in principe komen alleen hoge risicocontacten van besmette personen in aanmerking voor vaccinatie. Dus dat zijn, en ik verwacht dat deze uitbraak niet zo heel erg groot zal gaan worden uiteindelijk, omdat die vrij makkelijk in te dammen is, denk ik. Dus de meeste mensen zullen geen vaccin nodig hebben. We hebben nu in het Amsterdam UMC 7 patiënten gezien. En dat zijn inderdaad allemaal mannen die seks hebben met mannen. En ja, we denken dus toch dat er clusters van besmettingen zijn op een aantal feesten waar deze mannen geweest zijn. In principe kan iedereen besmet raken, maar het vereist dus dat je intensief huid-huid contact hebt met iemand anders die besmet is. En wat we zien bij de huidige gevallen, dat zijn vrijwel zonder uitzonderingen gevallen waarbij sprake is geweest van intiem contact. En de lesies die we zien zitten ook vaak in het genitale gebied en soms ook rond of in de mond.